100 jaar aandelen. Je ziet de rendementen van wereldwijde aandelen vanaf het jaar 1900. Het rendement van bijvoorbeeld 1900 lag tussen de 0 en 10% en in 1933 lag dat tussen de 70 en 80%. En zo worden alle jaarrendementen getoond in een normaalverdeling. En een normaalverdeling kun je als volgt uitleggen. Stel dat je met 2 dobbelstenen gooit. Wat is het kleinste aantal ogen dat je kunt gooien? Het antwoord is uiteraard 2. Het grootste aantal ogen dat je kunt gooien is logischerwijs 12. Maar welk getal gooi je het vaakst? Dat is 7. En als je alle uitkomsten van meer dan 100 keer gooien in een grafiek zet, dan krijg je bij het getal 7 een piek. Je gooit ongeveer even vaak 2 als 12 en even vaak 3 als 11, enzovoort. De grafiek ziet er dan uit als een normaalverdeling. Kortom, het geeft de verwachting van wat je normaal gesproken zal gooien. En deze verwachting kun je ook toepassen bij beleggingen. Door gebruik te maken van de statistiek kun je een klant vertellen welke beweging de belegging mogelijk zal gaan maken. In de afgelopen 121 jaar ligt het rendement dat het vaakst voorkomt gemiddeld tussen de 10 en 20%. Dat is dus die 7 bij het dobbelen, de piek. Maar er zitten ook jaren tussen dat het plus 30% is, maar ook min 20%. En dat zijn dus die 2 en die 12 bij het dobbelen. En die gooi je misschien minder vaak, maar je hebt wel evenveel kans om ze te gooien. Dus we moeten niet in paniek raken als we een paar keer min 20 gooien, maar we moeten gewoon vaker gooien. En het valt uiteraard niet te voorspellen wanneer dat slechte jaar komt, maar belangrijker nog, hoe gaat de klant daarmee om? Wat nou als dat in het eerste jaar gebeurt of in het laatste jaar? Maak het bespreekbaar met je klant en manage zijn of haar verwachtingen.